Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Het is vandaag 2 december. Gisteren hebben jullie, als het goed is, de eerste Polen-video kunnen zien. Vanaf nu zijn we, zoals jullie gewend zijn van ons in december, iedere dag om 4 uur online met een nieuwe video. Gisteren hebben we ook de PTD-torch weer gelanceerd. Die is dus weer beschikbaar. Vorig jaar was die binnen een dag uitverkocht. En je kan hem nog steeds bestellen als het goed is. Dus ik zou zeker even een kijkje nemen op pyroteamdelft.nl. Mocht je hem nog willen halen. Ik zou snel zijn, want die zijn gigantisch snel uitverkocht. In deze video gaan we even vuurwerk bestellen. En niet zo'n klein beetje ook, jongens. Aan de titel zien jullie al hoeveel ongeveer wij gaan bestellen. En we gaan dat vandaag doen bij vuurwerkbunker.nl. Dat is de winkel die bij heel veel intratuins zitten, maar ook gewoon winkels op zich. Ik neem jullie zo meteen mee naar waar ze de vestigingen hebben bij jou in de regio. Of dat het misschien een vestiging is die op zichzelf staand is. Ze hebben namelijk leuke artikelen. Ik weet gewoon dat er echt vuurwerkliefhebbers achter die winkel zitten, vuurwerkbunker. Waardoor ze dus ook echt Funke hebben. Als de enige winkel in Nederland hebben ze ook Argento, Zena, Volt. Gewoon echt Evolution, vergeet ik nog zelfs bijna. Dus daar gaan wij onze grootste bestelling doen van dit jaar. Allereerst wat ik erbij wil vermelden is dat de bestelling die wij gaan doen, gaan we met heel veel mensen van Pyroteam Delft doen. Dus als jullie denken van dat is toch veel te veel qua kilo's. We gaan het met meerdere mensen ophalen. Zodat we binnen de regels blijven. Dat raad ik jullie ook aan. Want mocht je dus bijvoorbeeld politie over de vloer krijgen. Wat zomaar kan gebeuren. Dan moet je altijd houden aan de 25 kilo regel. Jullie zien al, ik heb boven in de zoekbalk www.vuurwerkbunker ingetypt. En dan gaan we gelijk even naar verkooppunten. Het is dus een winkel die verspreid zit over verschillende plekken in Nederland. Wel voornamelijk de Randstad zien jullie al hier in beeld. Waaronder Amsterdam zie ik, regio Utrecht, Dordrecht, Breda, Rotterdam en natuurlijk onze regio Den Haag, Delft. Wij gaan dan aan de linkerkant specifiek eventjes richting Pijnakker. Want daar gaan wij ons vuurwerk ophalen. Die zit in de intratuin, intratuin Pijnakker. En daar gaan we ons vuurwerk ophalen. En dan zien we hier een leuke webshop. En ik zat te denken om allereerst gewoon eventjes naar de Thunderkings te gaan, die wij hebben gehaald. En jullie daar ook even info over te geven. De Thunderkings staan, als het goed is, ik ken de webshop inmiddels bijna uit mijn hoofd. Zo vaak ben ik teruggegaan om te kijken wat we wilden halen. Staat die bij grondvuurwerk? Ja, dat is juist. De Thunderking van Catan, Rijdel Trueno Bulk. Nou weet ik dat die een mindere knal heeft dan de Thunder King Scream. Maar daar kom ik zo meteen even op. Deze gaan wij, als het goed is, even kijken. 3 keer in de winkelwagen zetten. Die hebben we dus 3 keer. En dan kan jullie in deze video ook even meenemen naar een aantal productvideo's. Dan laat ik jullie gelijk even zien wat de knal ervan is. Nou, jullie hoorden het. Het is op zich een goede knal. En omdat hij dus dubbel knalt, mag hij dus wel. Er zitten er 40 van in een bulk pack. En voor dit product heb ik een leuke kortingsactie voor jullie. Want mochten jullie bij het afrekenen de code PTDTUNDER invullen bij couponcode of kortingscode, dan krijgen jullie 2 van deze bulk packs. Niet voor €32, maar voor €21,95. Die actie is wel alleen maar geldig. Tot 9 december, mocht jullie nog een bestelling willen doen, vul de kortingscode PTDTUNDER in. En jullie krijgen dan gewoon bijna €10 korting. Gewoon even een goede kortingscode voor jullie, zodat jullie misschien €10 kunnen spenderen aan iets anders erbij. Welke we ook hebben is de Thunderking Scream van Catan. Hier ben ik super benieuwd naar. Hier hebben wij 5 pakken van. Ik ga hem gelijk even in de winkelwagen zetten. 1, 2, 3, 4, 5. En waarom ben ik daar heel erg benieuwd naar? Dat is omdat de knal gigantisch goed is. En dat er een geel vooraf zit, vind ik op zich ook wel grappig. Nou, jullie hoorden het. Een geel en dan een knal. En best wel een goede saluut. Er zitten er 20 stuks in zo'n pak. En wij hebben er dus 5, dus in totaal 100. Dan hebben we de Thunderkings gehad en daarbij wil ik wel even gezegd hebben, jongens, dat waarschijnlijk deze Thunderkings door heel Nederland volgend jaar niet meer te koop zijn. Dat is eenmalig, omdat ze natuurlijk de oude Thunderkings moesten omlabelen. Dus daar hebben ze wat voor verzonnen, namelijk dubbelshot of een gilde voor. En dan mogen ze officieel wel. Maar de enkelshots zijn sowieso eruit en de Thunderkings volgend jaar zijn er ook uit. Want als het goed is, gaat er komend jaar een nieuwe regel komen. En dat is dat
al het vuurwerk wat om kan vallen verboden gaat zijn. Of in ieder geval niet meer verkocht gaat zijn. Dus deze gaan volgend jaar bijna zeker niet verkocht meer worden. Dus daarom hebben we ze ook 5 keer op de lijst gezet. Dan gaan we nu even naar het grotere spul. Allereerst komen we bij de Family Show. Is op zich een mooie compound. We laten hem wel liggen. Hij is €70. Dus mocht je een lager budget hebben, dan is het zeker de moeite waard om deze erbij te doen. Maar het eerste product die wij zeker op de lijst hebben, is de Bunkerbaas. Eenmalig. Die kost €150. Zal ik daar gewoon even een videootje van laten zien. De Bunkerbaas is namelijk echt een goeie. Heb ik laten vertellen. Dan hebben we het voornamelijk over de burst, de knal die erin zit. Zien het. Goede knal. Even richting de finale gaan. Ja, het is een gigantisch mooie cake van Evolution en Vuurwerk Bunker als samenwerking zo te zien. Dus die hebben we op de lijst staan. Gaan we terug naar de Bunker Blaster. Die hebben we ook 1 keer op de lijst staan. €125. Nou, ongeveer hetzelfde, dus die video laat ik niet zien. Dan hebben we nog de Bunker Beats. Nou, dat is echt een topper. Kijk, ik moet hem er wel even opzetten op de lijst. Want dan zien jullie dadelijk precies wat ons totaalbedrag is. En dan kunnen jullie de hele lijst nog even zien. €95. En mocht je van deze 3 denken welke moet ik halen, moet je deze doen. En je zal nu zien waarom. Hele mooie cake. Vind ik zelf. Ik hou wel van die gele kleuren erin. Goud. En de knal. En de knal die er afkomt is gewoon gigantisch goed. En daarom hebben we hem erbij genomen. Hij heet namelijk niet voor niks Bunker Beats. Die hebben we erbij genomen. En dan het volgende product. Ja, dit is Exploding Eagle van Leslie en de Wild Lion. Die hebben we dan niet. Poisonous Panther. Die hebben we wel erop. Die kost €124,50. Dat is ook een hele mooie. Eigenlijk, het is niet voor niks dat wij deze producten nemen. Ze zijn allemaal mooi. Maar laten we hem even bekijken voor jullie. Kijk, dit einde is echt ziek. Crackling nog op het eind, dus een mooi ding. En toen ik hem aan het begin zag met die hulpkleuren, dacht ik echt bij mezelf van, hij lijkt heel erg op een Artus, maar dan de Nederlandse versie en veel groter natuurlijk. Wat hebben we nog meer? De Black Cayman, die hebben we ook van Leslie. €124,50, staat ook op de lijst. Dan hebben we de Multicolor Storms hebben we niet gedaan. Ik verwacht trouwens dat bij de losse verkoop heel veel uitverkocht is, omdat ja, de interesse in vuurwerk is dit jaar niet normaal. Dus ik zou zeker een voorbestelling doen. Zodat je ja, niet te maken krijgt met producten die uitverkocht zijn. De eerstvolgende die wij hebben van deze lijst is de VWB Anniversary Box. Vuurwerkbunker bestond 5 jaar in 2020, dacht ik. En ja, deze staat dus al 2 jaar op onze lijst om te nemen. Omdat het dus gewoon de Celebration Box van hun is. Alleen nu dus, plus 2 jaar zien jullie erbij. Ja, hebben we hem er zeker bij genomen. Daar hebben ze ook heel veel van op voorhand. Dus dat heb ik me laten vertellen. Mooie cake. Kijk maar. Goede burst, goede knal ook. En die hebben we dan ook zeker op de lijst staan. Het is gewoon lachen om die erbij te hebben. Want waarschijnlijk is die er volgend jaar niet meer. Omdat dit natuurlijk gewoon een eenmalige actie is. Omdat ze 5 jaar bestonden. Inmiddels alweer 7 jaar. Maar nou, dan komen we een beetje bij Argento. Dat is namelijk de King of Bling. En ik vond zelf persoonlijk dat wij zeker Argento op de lijst moesten zetten. Argento is namelijk een product die gewoon uit de Funke fabriek komt.
Dus dan kan je wel ja, kwaliteit verwachten. Deze is 99,95, oftewel 100 euro. En dat is gewoon een hele mooie King of Bling. Jullie gaan het zien. Die staat bij ons zeker op de lijst. Ik vind het design ook super mooi, zoals je van Funke gewend bent natuurlijk. Jullie gaan het zien. En dan staat hij natuurlijk op dat witte tafeltje wat je herkent van Funke. Funke heeft dat altijd. Als je op YouTube kijkt naar producten van ze. Ik zal even doorspoelen, jongens. Echt kwaliteit dit. Ook de video zelf is echt top. Kijk hier, die kleuren. Hoe fel ook en zo. Dus die staat zonder twijfel op onze lijst. En ik vind Funke is... Sommige mensen zeggen nog wel eens Funke is overrated. Nou, ik vind dat echt totaal niet. Ik vind Funke het beste vuurwerkmerk wat er is. En mocht je dus niet zo'n grote willen zoals een Funke Vivaldi. Die ze hier bijvoorbeeld ook hebben. Maar je wil wat goedkoper gaan zitten. Dan zou ik zeker zo'n box aanraden. Want het is eigenlijk gewoon hetzelfde. Alleen ja, is het een kleinere box. Raptor Princess. Ja, ongeveer ook zo'nzelfde compound. Die staat ook bij ons op de lijst. 100%. Geen twijfel over mogelijk. Ik zat die lijst te bekijken en toen dacht ik van... Ja, alles van Argento moeten wij gewoon hebben. Dan kom je bij Funke zelf. Daar hebben ze namelijk ook een aantal cakes van. Funke Azul, die hebben we al een keer gehad volgens mij. 3 jaar geleden dacht ik. 100 shots. En die staat natuurlijk op onze lijst. Het is zo'n vierkante cake. Eigenlijk hetzelfde als die van Argento net. Maar ja, deze cake... Kan eigenlijk niet ontbreken, vind ik, in je collectie. Jullie zien het welbekende tafeltje. Moet je de effecten zien, de kleuren. De knal die eraf komt. Dat, ja, die staarten, hoe ze de lucht in gaan, ik weet niet. Ik ben gewoon echt fan van Funke. En, ja, daarom staat deze 100% op de lijst. Funke Azul. Gaan we even terug. Naar de volgende pagina. Oh nee, dat is deze nog. Ja, je hebt dus, zoals ik net ook al zei, de Funke Vivaldi ook nog. Die kost 400 euro. Die konden we erbij nemen, maar wij dachten bij onszelf, of wat kiezen wij het liefste uit? Nou, de Vivaldi hebben we daarom laten liggen. We zijn echt gegaan voor de Azul en de Argento lijn. Maar je kan op zich deze er ook bij nemen. Maar onze grootste cake die we hebben en de duurste is de Pyro de Papel. Dat is de grootste box van Nederland. Ik wilde gewoon de grootste cake hebben en daarom staat hij zeker op de lijst. Had ik hem nou net op de lijst gezet, ja of nee? Moet ik even kijken hoor. Nee, ik had hem er niet op gezet, anders had ik hem daar 2 keer op gezet en dan klopt het totaalbedrag niet meer. 600 euro, ik moest hem erbij hebben. En waarom is die 600 euro? Nou, ten eerste is het dus, het zijn dus meerdere compounds bij elkaar op de show. Maar je gaat ook gewoon de kwaliteit zien. Zo gaat hij heel lang door, dus ik laat niet alles zien. Nou, mochten jullie de video zelf willen kijken, kan je altijd op vuurwerkbunker.nl eventjes de video's terugkijken. Maar deze cake gaat dus 4,5 minuut door. En daarom wilde ik hem er gewoon bij hebben. Mooi ding voor om 12 uur bijvoorbeeld. Dus die staat 100% op de lijst. Het is overigens de grootste, maar we hebben nog een grote cake. En dat is namelijk de Catan Grande Special 400. Die is 500 euro. Eigenlijk hadden ze hem dan 500 moeten noemen. Maar deze hebben we ook op de lijst. Ik vond deze al ziek een aantal jaar geleden. Alleen ja, kozen wij toen wat meer voor Funke. En nu wilde ik een soort van mix hebben. Dus we hebben een stuk vuurwerkbunker. Evolution, daar komen we zo meteen op. En dan wilde ik ook wat van Catan hebben. Nou, daarom hebben we de Grande Special 400 gekozen. Die is dus 500 euro. Ook een hogere prijs natuurlijk. Mooie cake staat daarom, omdat die mooi is, 100% op onze lijst. En je kan ze ook kleiner nemen of anders. En dan heb je de Catan Special 1, 2, 3, 4 en 5. Ah, en 6 zelfs trouwens, dat wist ik niet. Maar die hebben we niet gekozen. We gingen gelijk voor de Grande 400. Dus die staat op de lijst. En dan heb je de Fistful of Gold van Funke. Ik vermoed dat hij nieuw is, want ik kende hem nog niet. Maar toen ik de video zag, dacht ik...
Ik ga hem er zeker bij nemen. Dus 159,50 trouwens. Staat op de lijst. Omdat ja, je kon dus kiezen voor de grotere Vivaldi zoals ik net al zei. Maar wij wilden gewoon de Azul, Fistful of Gold en dan ook die lijn van Argento erbij. Dat is eigenlijk het argument. Anders was het één cake geworden wat we namen. En dan is er nog één cake of één compound die erop staat die we er nog niet op de lijst hebben gezet. En dat is de Evo Bomber. Want een aantal jaar geleden Evolution vuurwerk waaronder de Megan Willows, de Noisy. Noisy is trouwens echt een aanrader, maar volgens mij mag hij niet meer in Nederland. Dacht ik. Hij was toen het laatste jaar in Duitsland. En wij hadden hem uit Duitsland gehaald. Dit is de Evo Bomber. En ik zei al van tevoren van deze wil ik er echt bij hebben. Het is namelijk een soort van saluutblok, vind ik zelf. Al heeft hij heel veel effect. Maar dit is echt een toppetje. Die moest ik erbij hebben. Deze staat bekend om de harde burst die eruit komt. Lekker tempo ook. Ja, dit is echt een topper. Oh, nu ga ik terug. Dus de Evo Bomber hebben we ook op de lijst. En dan heb je natuurlijk ook de keuze uit trouwens de Branco. En volgens mij hadden ze er nog eentje. De Corolla. Kan je er op zich ook bij nemen hoor. Kijk, wij wilden het niet te gek gaan maken natuurlijk. Want we zijn precies bezig met die 25 kilo regeling. Want je kan dus echt gepakt worden op de 25 kilo regel. Ik vind het nogmaals, ik vind dat echt gigantische onzin. Die regel die bestaat namelijk nog vanuit de tijd dat er alleen maar rotjes en zo werden verkocht. En babypijltjes en dan misschien één klein cakeje of zo. En pijlen. Die regel moet gewoon omhoog. Ze moeten gewoon iets van, vijf compounds of zo wat je mag hebben. Want één compound is dus al 25 kilo. En daarom moeten wij echt gaan letten op die kilo's. Om niet gepakt te worden. Je hebt nog veel meer van Evolution zoals jullie zien. En natuurlijk ook van Zena. We hebben Zena even overgeslagen in de compounds. Misschien gaan we die er nog bij nemen. Ik zit er namelijk wel over te denken. Maar ja, Zena kennen we natuurlijk allemaal. En ik heb heel veel van Zena al afgestoken wat hierbij staat. Ik wilde gewoon even de toppers, maar jullie zien het ook Zena verkopen. Want we hebben bij Argento, want je kan hier ook op merk kijken, hebben we niet alles gehad. We hebben namelijk alles wat van Argento is, qua kleinere dingen, hebben we erbij gedaan. Omdat, ja, Vuurwerkbunker is dus de enige winkel in Nederland die Argento heeft. En daarom dachten we van, weet je wat, we doen de Hydra erbij, de Edaha erbij, de Hikaru erbij. Gewoon alles eigenlijk. De Fiori. De Azuro en de Iris. We hebben gewoon heel die Argento lijn. En dan heb je de King of Bling en de Raptor Princess. Die stond er net bij Compound. Die hebben we er al bij genomen. Maar we hebben gewoon heel die Argento lijn genomen. Omdat we deze natuurlijk ook kennen vanuit Polen. En volgens mij ook België. Sinds recent verkopen ze die ook in België. Maar we hebben gewoon heel die lijn genomen. Verder heb je Luipaars. Ook eigenlijk Zena. Maar komt ook uit de fabriek van Funke. Dus dan mag je ook echt kwaliteit verwachten. Even kijken, hier staat Luipaars exclusief. En daarnet had ik er al eentje opgezet. Maar wat hadden we van Luipaars? De Canada Lynx voor 40 euro. Wildcat hebben we ook. En de Black Panther stond er net bij Compounds, juist. Dus die staat al op de lijst, maar deze hebben we dus er ook bij. Zo hebben we al een hele flinke lijst, moet ik zeggen. Zal ik gewoon even deze video laten zien, want ze hebben echt mooie producten hiervan. Hoor. Ik vind Luipaars namelijk ook gewoon echt een topmerk. Jullie zullen het zien. Er staan ook heel veel video's van Luipaars producten op YouTube. Ja, het is dezelfde grootte als die van Funke. De vierkante cakes. Die is mooi ook. Ik ga echt gewoon voor de goede burst ook. Dat vind ik gewoon super belangrijk. En daarom staat deze ook zeker op de lijst. Wat hebben we nog meer? Dan gaan we even naar de dingen van Leslie. Want er zijn dus dit jaar ook een aantal nieuwe artikelen. Omdat je natuurlijk die single shot dat verbod op single shots hebt, zijn er een aantal nieuwe artikelen gekomen.
En ja, je hebt ook een geel cakeje trouwens voor €12,95. Op zich ook de moeite waard. We halen meestal altijd in Duitsland. De Reckling Shot, nou, die hebben we op de lijst. En 3 keer trouwens. En dat is een grotere knetterbal eigenlijk. Wel F2. Ze noemen hem eigenlijk Reckling Shot. Maar het is gewoon een gigantisch groot effect wat eruit komt. Die hebben we dus daarom 3 keer op de lijst gezet. Om gewoon met oud en nieuw even te testen voor jullie. De Noise Barrel. De Noise Barrel hebben we ook op de lijst. En ik vind het een interessant product. Omdat het dus een mine is. En daarom mag die. Ze hebben dit jaar gewoon overduidelijk geëxperimenteerd met meerdere shots in een buisje doen. En jullie zullen zien. En dan wil ik even doorspoelen naar de avond. Dat dit best wel een interessant product is. Schiet wat uit. En dan het effect op de grond. En als het goed is, komt daarna nog een crackling mine erachteraan. Kijk. Echt een goed product. Ik vind het ook gewoon ook echt uniek. En daarom staat hij er bij ons 3 keer op. 1, 2, 3. Ideaal als ik een bestelling doe, wil ik er ook wat losse kleine dingetjes bij hebben. Om gewoon af en toe er tussendoor te stoken. Of om te bewaren, omdat ik weet dat ze een aantal jaren erna gewoon niet meer zijn. Omdat ze niet meer willen verkopen. Dan hebben we ook nog de Knetterton. Die hebben we ook al een aantal keer gehad. Maar die staat ook op onze lijst. XL. Ook van Zena. En die hebben wij 1 keer op de lijst. En je hebt natuurlijk ook kat 1. Wat je nu al kan reserveren en ophalen bij Vuurwerkbunker. Dus mocht je kat 1 willen. Dan kan je nu al dat bestellen. En als het goed is. Gelijk ook afhalen. Ja, je kan het gelijk afhalen logischerwijs. Alleen dit vuurwerk. Vergat ik net aan het begin te zeggen. Kan je dus pas ophalen de laatste dagen van het jaar. De 29e, 30e en de 31e van het jaar, dit jaar helaas. Normaal gesproken valt er soms wel eens een zondag tussen. Maar dat is dus dit jaar helaas niet het geval. Ja, waardoor je het pas de 29e kan halen. Dit is dus de collectie die wij dus gaan halen in Nederland. We gaan natuurlijk ook nog naar Duitsland voor wat kleinere cakes. Maar de grotere blokken halen we hier vandaan. Dus dit gaan jullie allemaal terugzien in de compilatie. En we zijn toevallig ook met mensen die andere cakes hebben. En dan refereer ik even naar de compilatie van afgelopen jaar. Mooie, grote blokken. En daarmee heb ik denk ik wel voldoende gezegd. Die gaan jullie ook gewoon weer zien in de compilatie. Maar echt het vuurwerk shoppen in Nederland gaan we zeker alleen doen bij Vuurwerkbunker. We gaan wel langs de andere winkels hoor. Maar onze bestelling en wat we hier besteden doen we echt hier zo. En dan gaan we even naar het totaalbedrag. Maar dat zien jullie al in de titel natuurlijk. En dan kom je uit op €3.000, 66,65. Dat is de bestelling die wij hier doen. Dus dat is een aardige bestelling. Als je ook al meerekent dat we ook nog andere cakes gaan hebben. Dan zit je ongeveer aan een bedrag van €5.000. Oftewel, we zijn echt met een stuk of 25, 30 man aan het stoken. Dus telkens naar andere mensen rijden om bij hem wat op te halen en te stoken in de straat en weer verder te gaan. Dat gaan jullie allemaal 1 januari zien in de vuurwerkcompilatie. Ik hoop dat jullie dit in ieder geval een interessante video vonden. Zoals ik al zei, de Thunder Kings zijn terug. Maar dan wel in een soort van andere gedaante. En waarschijnlijk ook, het is gewoon zeker dat dit het laatste jaar is dat ook die te koop zullen zijn. We kunnen ze dan alleen nog maar in het buitenland kopen. Want ja, die Belgische winkels die adverteren dood met de enkel shots die ze daar gewoon nog verkopen. Alleen ben je dus strafbaar als je dat in Nederland haalt. Deze zijn gewoon legaal dit jaar. Dus ik zou ze ook zeker een aantal keer bestellen. En daarom hebben wij de kortingscode PTD Thunder voor jullie geregeld. Dan kunnen jullie die invullen bij het bestellen. Krijgen jullie ongeveer een tientje korting als jullie hem 2 keer nemen. Ik hoop dat jullie dit in ieder geval een leuke video vonden jongens. Morgen om 4 uur zijn we gewoon weer met een nieuwe video terug. Vanaf nu dus elke dag een video. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zien jullie morgen om 4 uur gewoon weer een nieuwe video. Later.